Leuk dat jullie kijken bij deze nieuwe video. Ik krijg heel vaak de vraag van jullie wat wij nou precies bij de Aldi hadden gehaald. Omdat wij zoveel hadden gekocht, zeiden jullie. Dus dacht ik, weet je wat, ik ga een collectievideo maken waarin we ook natuurlijk wat gaan afsteken. Dus ik hoop dat jullie dat vet vinden. Het was echt omdat jullie dat vroegen in de reacties op die Aldi koopvideo. Hier staat uitgestald wat we op dit moment nog hebben. Er is dus al een deel weggegaan. Als jullie goed opletten, dan is er inderdaad al een deeltje van weg. Hebben we al opgestookt. Dus dit is het enige wat we nog hebben. Heel die doos knetterlint is nog wel intact. Dus dat is nog wel vet. Als jullie ook nog een Aldi Kat 1 compilatie willen van de Aldi, doe dan even een duimpje omhoog. En ik denk dat we de 3000 likes, dan gaan we wel een Aldi Kat 1 compilatie maken. In de woonwijken, dus dat wordt lachen. We gaan zo meteen sowieso ook even dit wat afsteken. Want het is op dit moment alweer 6 december, jongens. En dat betekent dat de tijd er weer aan zit te komen. Over ongeveer, wat zal het zijn, 2 weken is het kerstvakantie. En dan gaan we helemaal al in natuurlijk met afsteken en ja, dan komt het er echt aan. Laat ook even weten of jullie al naar de Aldi zijn geweest. Ik ben heel erg benieuwd en of jullie al misschien mensen hebben gehad die zeiken over dat jullie dit afsteken. Het wordt steeds gekker namelijk. En ik kreeg zelfs een reactie van iemand die had gezegd dat hij vuurwerk aan het halen was bij de Aldi. En dat die verkoper zei dat je het nog niet mocht afsteken. Nou, dan heb je al helemaal je werk goed gedaan. We gaan even beginnen. Allereerst knetterkegels. Daar hebben we op dit moment nu nog 13 pakjes van. Er zitten er 24 van in, dus wij kunnen wel even vooruit. Het is altijd lachen. Ik kreeg heel vaak de vraag van mensen van waarom halen jullie zoveel bij de Aldi? Nou, je moet goed beseffen dat wij eigenlijk video's maken het hele jaar door. En dit is alleen in december te koop, dus dan kan je maar beter een flinke voorraad halen. Zodat je eigenlijk ja, de rest van het jaar gewoon voldoende hebt. Dus eigenlijk vind ik dit dan nog weinig als je dit zo bekijkt. Maar goed, 13 pakken knetterkegels. En ik zeg je eerlijk, die waren vorig jaar dus gewoon nieuw gekomen. En nou, ik ben echt wel over te spreken, man. Alleen dit jaar, moet ik zeggen, ze knallen uit elkaar. Ik weet niet, bij sommigen zijn ze echt gevaarlijk. Dan knallen ze uit elkaar en dan pas die knetter en dan is heel die gilder niet. Maar goed, dat hebben wij ervaren. Hier knetterlinten, zoals ieder jaar natuurlijk. 2 jaar geleden waren ze op z'n best. Maar hier staan er nog 25 van, als ik goed kan tellen. 25 pakjes ervan en in die doos zitten er nog 50. Die heb je allemaal in de shopvideo kunnen zien, dat die man van Aldi dit inladen. Ik moet ook erbij zeggen, om ook nog even op een paar reacties terug te komen. Wij hebben niet voor iedereen het onmogelijk gemaakt om ook nog Kat 1 te kopen. Want wij hadden al contact dat wij een flinke voorraad zouden afnemen. En daardoor hadden ze de voorraad op ons aangepast. Dus wij willen in ieder geval niet voor mensen in de weg liggen, zodat zij geen Kat 1 kunnen kopen. Maar dat terzijde, we waren dit keer in Zoetermeer geweest. En in Zoetermeer zijn er 4 Aldi's. En je moet beseffen dat als wij zo'n doos halen en die is vervolgens op in filiaal 1, dan heeft filiaal 2, 3 en 4 echt nog wel knetterlint hoor. Daar zitten er dus 50 van in. 60 per pakje, dit is een heel karton. Dus op dit moment hebben we nog 75 pakken knetterlinten. Oftewel ratellinten. En hier de Aldi Fonteinenmix. Mocht je nou echt van fonteinen houden, dan moet je ze bij de Aldi halen. En niet bij de Big Bazaar bijvoorbeeld. Of bij de Action, want daar zijn ze gewoon wat minder. Deze zijn ook voor 8 of 9 euro gewoon ideaal om gewoon een pakketje van te halen. En 's avonds even wat sfeer te maken. Dus dat is altijd wel lachen. En er zitten ook wat van die kleine dingetjes in, maar de meeste mensen kennen ze wel. Hier knetterballen. De oude vertrouwde, ik moet wel zeggen, vroeger zat er gewoon natuurlijk van die knetterkorreltjes in. Was veel beter. Maar goed, we hebben er daarom ook maar 2 gehaald. We hadden er meer, maar die hebben we al in een andere video afgestoken. Foodzoeker XXL, vond ik lach om erbij te hebben. Is altijd, is best wel duur eigenlijk. Voor mij 4 euro per 8. En zoveel doen ze eigenlijk niet, maar ik vond het wel interessant om die gewoon even een pakje van te halen. En ik moet zeggen, we hadden ook nog de knetterbal XXL. Laat ik je daarvan zeggen, haal die niet mensen, want deze zijn dit jaar echt slecht. Het lijkt eerder op dat ze een knetterbal van deze, dat plastic dingetje die ze dan groter hebben gemaakt, waardoor die wat langer afgaat, in plaats van dat het wat heftiger bij elkaar is. Mocht je toch willen halen, kijk dan hier op de achterkant, want daar staat batch nummer, als jullie het goed kunnen zien daar. En bij deze staat het volgens mij ook 2017. Maar als er staat 2017 kunnen jullie hem halen. Dan zitten er gewoon nog de normale korreltjes in. Mocht er staan 2018, dan moet je hem zeker laten staan.
Want voor die prijs kan je dan nog beter die knetterballen halen. Nu zien jullie uitgebreid wat wij nou helemaal hebben. We gaan zo gelijk even afsteken buiten, want het is bewolkt. En het houdt in dat het een mooie sfeer is om te gaan afsteken. Dus ja man, laten we maar naar buiten gaan. En dan zien jullie ons daar even afsteken. Pyro 015 kon het niet laten om even een projectje te maken. Alvast... Net even uit de losse hand gemaakt. Ter voorbereiding. Hij heeft wat schoonheidsfoutjes. We gaan hem afsteken. We zijn onder een tunnel omdat het keihard regent. Dus hier moet het wel een gek spektakel worden, man. Dus laat hem maar aansteken, man. Ik zou zeggen, steek hem maar aan, jongen. Zelf geïmproviseerd bommetje. Daar gaat hij. Ja, nu gaat hij. Kijk. Ja. En die rook, hè. Kijk die rook. Moet je nagaan. Hele rookbom. Nou, we hebben even een andere torch. We konden geen stormaansteker meer vinden, dus we moeten even goed inslaan dadelijk. Screen 4. Lekker geluid hier, man. Nice. Oké, volgende. Next. Een tuintje of zo. Ja, nog een tuintje. Nog eentje. Kijk. Om het af te leren. Gewoon ouderwets afsteken, jongens. Toen er nog geen stormaanstekers bestonden. Oh, jammer. Oh. En dat bedoelde ik dus net, mensen. Dat die ding soms af en toe nog knet. Er zit iets bij die fluit, man. Ja, man. Ik denk dat dat de druk niet weg kan. Fonteintje. Eeuw. Ja, die moet je niet gooien, hè. Wat dan? Je zet deze even rechtop dan. Met je kop erboven. Ja. Uit, hoor. Hoppalee. Ze zeggen, zet maar een fonteintje daar op die trap al vanwege. Deze was heel kort. Hé, hey, kijk. Oh. Hij is uit elkaar, hè? Deze mislukt een beetje. Hij is uit elkaar, man. Dus. Het volgende geschut. Stook ze even alle twee tegelijk. Alle drie. Nou, die andere is de lont van weg, man. Hij legt ze gewoon neer en steek er eentje af. Hoppa, kijk nog alle drie ook. Klinkt hard, hoor. Maar hier moest je onder doen, die mand. Moet je die missen, jongens. Het is gelijk een mistige dag. Net de kegel. Gelijk bij Piet Paulusma. Zo mistig is. Die doet het. Lekker, hoor. Dat kindje. Ik snap echt niet waarom. Oh shit. De rest kan allemaal bij elkaar doen. Moet je onder bruggetje doen? Ja man. Gooi me ook maar hier, zo zou ik zeggen. Klopt. Ik zou wel via je tassen gaan. Kijk dan, een hele bos tegelijk. Een hele eindbom, jongens. We houden er niet van om ze per stuk te doen, dus. Laat eerst even die knetten. Oh ja. We wonen fontein volgens mij, hè? Nee, maar dit is de laatste. Oh, kijk. Lijkt heel die mat aan. Oh, bijna.
Kijk. En nu? Grove geschut. Het grote spektakel. Die tas weg. Gaat ie? Hij bommetje. Onder de brug. Nou, dat klinkt toch als de karde zo, hè? Gek geluid, jongen, om die brug. Tjonge, jongen. En die rook ook. Moet je kijken dan. Ja, maar trek er zelf voorbij dat. Esso naar Ruben voor deze. Morgen staat er weer gewoon een check-in video online. En het komt er nu echt aan. Sinterklaas is weer het land uit. Dus kerst staat voor de deur. En de kerstvakantie. Dus morgen een check-in video. En ik hoop dat jullie deze video ook alsnog vet vonden. Zoals ik al zei, 3000 likes. En we gaan dan al die kat 1 compilatie maken in de woonwijken. En ik hoop dat het wat beter weer is, man. Dat hoop ik zeker. Lappen.